Nou, begint goed zo die eerste melding. Nu van de paletlaan. Ja, top. Dan hobbelen wij even op de achtergrond mee. Ja, ga je de stap maken? Ja, dan ben ik weg. Kom los, heb je? Kijken naar een nieuwe vlog. Ik ga vandaag wat gaan doen, nachtdienst. Nachtdienst, noodhulp. We zijn in ieder geval tot de 23.01 en ik hoorde dat er van de laaddienst geen bijzonderheden waren. Mooi. Dus kunnen we met schone lijn beginnen en gaan met de auto linken. Ja. Ik heb een nieuwe auto gepakt. Kijk, top. Dus voor de kijkers ook een nieuw programma, de KG. Het kenteken van de KG, dus wij noemen de KG. Ja. En voor de rest gaan we zien. Let's go. Yo. Nou, begint goed zo die eerste melding. Ik krijg een melding dat er een voertuig staat zonder kentekenplaten. Dus we gaan even op onderzoek uit. Wat is dat? Wat is het hier uit, hoor? Dat voertuig zonder kentekenplaten bleek dat het een. Ik dacht dat hij hier moest. Ja, nee, maar dat kan alleen als die aanstaat. Eeuw. Maar bleek in ieder geval een Pools voertuig te zijn. Er zaten geen kentekenplaten meer op. Maar wel kon op een andere manier het kenteken achterhalen. En toen hebben we het nagekeken systeem. Blijkt dat hij wel verzekerd is. Dus wij politie kunnen er nu niet zoveel meer mee. Wij gaan het in ieder geval vastleggen het systeem. We geven het ook door aan de wijkagent CQ de gemeente. En die zou het eventueel op een later tijdstip kunnen weghalen als wrak. Maar er moet wel heel wat te grond slag liggen. Op dit moment is de kans klein dat ze me meenemen en kunnen we er verder niet zoveel mee. Toch? Zeg nee. Goed zo? Ja, zeg helemaal goed. Vullen? Met vervolg eigenlijk. Met vervolg. Let's go. Nou, als we eenmaal de woning aangetroffen hebben, constateren we geen geluidsoverlast meer. Dat is voor onze politie soms wel vrij lastig. Wel verbaasd ons dat de voordeur gewoon open staat. Uiteindelijk roepen de bewoner aan en een paar keer bellen. En, komt u naar voren, gaan we even in gesprek. Nadat we de bewoner gesproken hebben, gaan we weer verder. We hoorden ondertussen dat de collega's een andere melding kregen over een blaffende hond ergens in een bos. Dat er veel overlast zou zijn. Dus we vragen even of we kunnen ondersteunen. Jullie gingen naar die melding van die hond, hè? Ja, laatst niet van, maar je bedoelde een hond, denk ik. Blaffende hond. Ja, klopt. Welke omgeving was dat? Chamoisstraat. Nu van de paletlaan. Ja, top. Dan hobbelen wij even op de achtergrond mee. Met meerdere eenheden hebben we vanochtend even gezocht naar die blaffende hond die voor overlast zou veroorzaken. Nou, die kunnen we helaas niet aantreffen. Dan kunnen we gelijk door naar een volgende melding. Zou ruzie in de woning zijn? Dus we gaan even het verhaal aanhoren. Ruzie in de woning. Beiden hebben de relatie beëindigd. Oh, en er komt nu wat extra info bij. Vult de meldkamer nu aan, kun je mooi zien. Dus we gaan het verhaal maar even aanhoren wat hier aan de hand is. Zo, vertel eens. We hebben net twee meldingen gehad. Eerst die geluidsoverlast. Wat hebben we daarmee gedaan?
En die geluidsoverlast, dat waren eigenlijk waren dat twee panden waar een feestje was. De buren die hadden het muziek ook iets hard staan, maar dat viel eigenlijk wel mee. De andere buren die hadden een flinke hostparty, alleen die was net uitgegaan voordat wij ter plaatse kwamen. Daarna kregen we nog een melding van twee exen die eigenlijk ruzie hadden met elkaar. Bij de ruzie vroegen ze ons even om hulp. Ze kwamen er niet helemaal uit. Ik denk dat we hun geholpen hebben zover we konden. Oké. Hey, en die geluidsoverlast, als we vannacht weer terug moeten komen, wat krijgen ze dan? Nou, dan krijgen ze een bekeuring. Maar ik hoop niet dat we dan dat materiaal in beslag moeten nemen, want er stond een hele grote DJ-boot. Dus dat wordt hem af sjouwen. Ja, die heb ik helaas niet op beeld, dus in de woning, maar ja. Het zei zo. Nou, kijk wat de nacht verder op heeft. Een beetje toezicht op het station. Maar hier is het ook best rustig. Maar ik heb nog niemand. Oh ja, twee bezoekers. Nou, inmiddels zijn we weer door naar de volgende melding. Het zou een verdachte situatie zijn. Een aantal auto's met personen erin. Uiteindelijk treffen we geen voertuigen meer aan. Wat ben je doen? Denken, hè. Wat gaat erin? Diesel. En ik krijg altijd de vraag, hè? Ja. Moeten wij dat zelf betalen? Serieus? Ja, die vraag krijg ik. Hoe doen jullie dat? Ja, we hebben gewoon een pas van de baas. En dat is deze pas, gewoon een tankpas. En dan wordt het op de leasemaatschappij later verrekend. Dus gaan we even doen. Komt er een melding binnen dat collega's achter een scooter aan zitten in de achtervolging en wij besluiten aan te sluiten. Ik heb een stopteken. En de hele andere scooter aan. Ik heb schot bij de scooter aan. Ja, duidelijk die persoon erop zijn. Ja, volgens mij wordt het gewoon continu als hij erop erop rijdt. Ja, dankjewel gedaan. Alkmaargracht, dat is de lichtplaats. Alkmaargracht, vertel voor dit. Waar? Alkmaargracht. Dat is Amsterdam. Welke kant op? Richting Zetten van Bosplein, Klint. Geen volstaan. Ja, ik zal je aanhouden, de collega rent achterover aan. Linksaf. Ik wil alleen de collega horen die op dit moment achter het voertuig aan zit en even een positie af van de biker. Ja, busbaan. Wie hebt hem? Ik ga wel even lopen. Welke richting? Welke richting rennend? Hij doet er rennen. Deze staan dadelijk. Ja, oké, maar is hij daarheen rennend? Ja. Ga ik wel even zoeken. Heb je hem? Even Amersfoortweg erop en dan ingang Utrecht Hof Velsenpad, dat gebiedje zeg maar. Ja. Hij moet hier tussen de steegjes zitten. Ja, het zal me niks verwijzen hier ergens in die bosjes ligt. Ik denk dat de persoon staande hebben, komt u uit. Ja, wat hebben jullie daar staande en hoe ziet het eruit? Ik heb hier een meneer vakje geweest en een grijze door het vakje. Ja, hij moet hier uit de buiten. Meneer Persson, ben je zo van mij? Dan ga ik fietsen. Ja, doe maar even achternaam, dan slaan we iets meer op aan, denk ik. Bij deze? Ja, op nou, jullie kunnen zien dat Michael en ik inmiddels gesplitst zijn. Ik sta bij de collega's van de aanhouding en de twee scooters. De beveiliging daarvan. En inmiddels is de heli die in de omgeving was die gaat lezen. Inmiddels zijn we al een tijdje zoeken in de omgeving. Treffen helaas niemand meer aan.
Hierop besluiten wij vast een van de verdachtes over te brengen naar het politiebureau. Nou, bij aankomst aan het bureau doen we gelijk een taakverdeling. Ik besluit om de verdachte in te voeren als hij gegevens in het systeem te zetten en op zijn rechten te wijzen en te vragen of hij een advocaat wil. En Michael zal een insluitverhering toepassen bij de verdachte. Ik heb voorwerpen in de zakken zitten. Andere voorwerpen waar ik me aan kan baseren. Sleutels, maar ik weet niet hoe handig je bent. Nou ja, onhandig misschien dan. In deze hand mag je die hand mag je op de muur plaatsen als ik hem los heb. Ja. Nou, we hebben nu als de verdachte overgebracht en ingesloten voor onderzoek. Het ging even een beetje raar. We kregen namelijk een melding dat collega's bij een achtervolging zaten bij een scooter. Nou, we gingen naar de omgeving toe waar dat aan de gaande was. In ieder geval ook snel ter plaatse. De scooter was even kwijt. We waren aan het zoeken met een aantal collega's in de omgeving. Toen dook de scooter ineens weer op. Ontstond weer een achtervolging. En tot ons verbazing kwam er een andere bestuurder op de scooter ook aanrijden. Die ging er dan ook ineens vandoor. Uiteindelijk hadden we twee scooters te pakken. Eén scooter, er zaten drie gasten op, die zijn allemaal gaan rennen. Daar hebben we niemand van getroffen. Van die andere scooter hebben we één meneer kunnen aanhouden. Die meneer die we zojuist gezien hebben. En die had vermoedelijk ook gestolen goederen bij zich. Die is dus even ingesloten voor onderzoek. Hij had ook geen rijbewijs en geen kentekenplaat. En de scooter klopt verder ook helemaal niks mee. Dus die scooter wordt ook in beslag genomen. En we gaan nu even onderzoeken waar die gestolen goederen mogelijk vandaan komen. En of de scooter ook niet gestolen is. Dus we gaan nu even de administratie doen, het inboeken, bevindingen tikken en alles wat erbij komt kijken. Nou, onderweg terug naar ons bureau zien we dit voertuig nog even rijden. Zeker midden in de nacht zijn we altijd wat meer geïnteresseerd in bestelbusjes die rondrijden. Dus we besluiten deze even te controleren. Goedemorgen. Ik was even bang. Goedenavond toch? Ja, het is mooi bekijkt. Ik was even bang dat de knippen liggen die me deden. Pas aan het eind deed u een keertje aan. Doet het helemaal niet meer, wel toch? Ja, hij doet het wel, maar u gebruikt hem niet, zeg maar. Ik gebruik hem wel toch? Ja, één keer aan het eind. Nee, dat valt u op. Hey, heeft u een rijbewijs bij? En wat is er met uw achterkant gebeurd? Net? Oh ja. Hé? Heb je provisorisch mooi opgelost? Ja, ik was er toch op de zaak en ik heb ingepakt tot morgen een garage en zo. Oké. Nee, een beetje in de tip liggen. Nee, maar ik dacht misschien, ik weet niet, we reden al zo lang achter me. Ja, ik was even aan het kijken. Ik was al aan het wachten, dan ben ik de stoptekker. Ja, ik ben bijna thuis gewoon, toch? Ja, daar. Zeg ook kind even. Ja. Okay. Hey, dankjewel man, fijne avond. Hoe laat is het, Wim? Half twee, dat is gewoon veel te vroeg. Dus, maar je hebt ons afgelost van de nachtdienst. Ja, jullie kunnen gewoon lekker naar huis. Wij mogen naar huis. Ga jij het vandaag doen? Ik ga het zeker doen. Je haar zit wel heel wild, hè? Doe je de volgers nog even de groetjes? Wie doet de groetjes? Je volgers. Ja, de volgers. Nu zie ik ook van jou.